ben er helemaal klaar voor, volgens mij. Hè? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Het ultieme zomervakantiegevoel, dit? Ja, ik vind het fijn. Ik was er echt wel aan toe na al die maanden toch veel thuis zijn om eens even eruit te gaan. Wat verwacht je nou eigenlijk van deze tocht? Mijn ervaring is met als je urenlang alleen wandelt, dat er soms onverwacht toch van alles gebeurt. Dat er van alles naar boven komt in je hoofd en dat is ook goed. Dat zijn soms fijne dingen en soms ook wel moeilijke dingen. En dat laat ik dan gewoon gebeuren. En wat zijn de fijne dingen? De fijne dingen. Dat ik me besef van hoe rijk ik eigenlijk ben. Dat ik dit kan doen. Ja. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ik heb ook wel eens andere tijden in mijn leven gehad. Dus ja, dit is fantastisch. Dus dat realiseer ik me dan weer heel erg. Wat zijn dan dingen waarvan je zegt van ja, daar denk ik liever dan niet over na? Of dat komt dan boven? Ja, nou ja. Ik heb natuurlijk al een heel leven achter de rug. Dus er zijn altijd dingen in mensenleven die minder leuk zijn geweest. Ja. En dat komt dan soms naar boven. Om maar iets te noemen. De relatie met mijn moeder, die niet altijd makkelijk was. Dat kwam in Spanje, toen ik daar liep, ook heel erg naar boven. En dat vond ik eigenlijk zo fijn. Ja. Dat ik ineens veel meer begrip voor haar ook kreeg en zo. Dus ja, dat zijn wel de mooie dingen. Heeft je dat geholpen, het lopen ook, om dat op een of andere manier te verwerken? Dat heeft me zeker geholpen. Het geeft ruimte, het geeft licht. Het verrijkt je leven? Ja, het verrijkt mijn leven, absoluut. En ook ja, dat je gewoon goed bezig bent. Je bent buiten, je bent in beweging. En ik wil toch een beetje gezond leven ook, dus ja. Ja. Wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer? Nou, nog ongeveer zo'n 490 kilometer lopen naar Limburg. Ja, dat wil ik zeker. Sint-Pieterberg. Ja, nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als ik daar aankom, hè.